Op het moment dat je aan de zijlijn staat en je weet, je komt erin, de eerste minuten, hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk heel spannend, want dan besef je pas echt dat het gaat gebeuren. Virgil van Dijk. Geplaatst schot en als Coutinho hem niet heeft, scoort Groningen. En maakt hij zijn eerste. Sparf. Ruimte voor Groningen. Andersson. Hier is Van Dijk. Matas bij de tweede paal. Van Dijk doet het zelf. En die bal zit er ook in. 4-1 voor FC Groningen. En hij bekroont een uitstekende wedstrijd. Virgil van Dijk. Ik vind voor mezelf dat ik nog constanter moet gaan spelen. Van Dijk en die loot. Op de mogelijkheid om het nog een keer te proberen. Van Dijk, ja hoor, heeft hij. Hij heeft hem te pakken. En het is hem van harte gegund. Van Dijk. Tadic. Staat die bal goed in. De bal verlengd en ingeschoten. Ja, het doelpunt. Van Dijk scoort net als vorige week. En Groningen leeft weer. Ja, druk. Je moet gewoon altijd presteren. En als ik geconcentreerd en gefocust ben, dan weet ik wel dat het goed kan zijn. Ja, dat wil ik gewoon elke wedstrijd hebben. Eigenlijk al door Janma. Schet legt hem neer. Kieftenbelt en van richting veranderd, doelpunt. Van richting veranderd door Virgil van Dijk. En zo staat FC Groningen met 2-1 voor. Ik speel natuurlijk gewoon voor een hartstikke mooie club. Ja, dus ik ben nog steeds blij dat ik hier ben. En zo waar is Groningen in de aanval. Riskant zoals Matthijsen kopt en hij zit erin via Van Dijk. Het is gelijk in de Kuip. Virgil van Dijk scoort. Je werkt natuurlijk elke keer het hard. En, ik probeer elke wedstrijd gewoon goed te spelen. Als je dan uiteindelijk wordt beloond met zo'n award, dan is het natuurlijk fantastisch.